Ja, dankjewel. Dankjewel, Evert. Dankjewel, Koetjeboe. Ja, dat je mout erin hebt gehouden. Namens ons allemaal. Dank, dank en nog eens dankjewel. Maar eerst even, jongens. Eerst even Hinnik feliciteren. Onze Hans uit die Hinnik. Die is zo blij met zijn Annette. Met zijn zeeuwsmeisje. Ah, heb je ze zien zitten daar? In de buurt van de Vlissingen. Zaten ze keurig op dat bankje. Hinnik. Met zijn zeusmeisje. Ach, hoe zoet wil je het hebben? En hij schiet ook steeds vol. En als hij aan haar denkt, oh, dan begint Hinnik al te huilen. En Hinnik, ja, eigenlijk zou Hinnik, en ik moet hem feliciteren, want ja, hij heeft de hoofdprijs. Hinnik zou eigenlijk morgen al met zijn zeusmeisje willen trouwen. Dan komen we natuurlijk bij onze Rob Kersenpit. Ach, ach, ach. Wat een droevenis is dat toch tussen die flirty Wendy en Kersenpitje. En dat, ja, jullie en ik, wij weten gewoon. Ja, dat gaat helemaal niks worden, vrienden. Nee, want kijk nou wat er gebeurt. Hij zit dan maar een beetje groezelig te zoenen, weet je wel. Zo. En zij hebben ze een beetje van, ik ga even aan de kant. Ze ging ook op zo'n bank zitten. Ging ze eerst, zat ze tegen hem aan en toen, hup, toen konden er gelijk weer 6 herdershonden tussen. Dat schiet toch allemaal niet op ook. En toen kwamen ze in een hotel. Ja, daar in Rijms. Heb je dat? Nou, ja mevrouw, wil die op 1 kamer of op 2 kamers? Nou, ze wist niet hoe snel ze... Doe maar 2 kamers, doe maar 2 kamers. Nou, dan is het toch duidelijk hoe het daar zit. En flirt, wees slim. Val in het startschot en ren snel weg uit die groezelige wereld van Kersenpit. En natuurlijk kom ik dan bij onze Mout en Koetjeboe. Ah jongens, hoe vond je hem? Voor het keuzemoment was de Mout al zo zenuwachtig. Hij stond te trillen en schoot ook vol en in tranen. Gewoon van de zenuwen, want zij wilde zo graag dat Koetjeboe haar zou nemen. Ja, want Mout, die wil graag een man die nergens heen gaat. Dat die gewoon lekker in haar buurt blijft. Dat zei Mout. Nou goed, en toen was het moment daar. Nou, ze dolgelukkig. Ze moest gelijk connecten. Ze moest gelijk connecten. En toen ging ze hem heel ongemakkelijk vasthouden. Want vrienden, waar kijken we naar? Naar een heel vreemd sprookje gewoon. Naar een onwaarachtig verhaal van een vrouw die een agrarisch speeltje wil hebben. Ja, daar zitten we naar te kijken. En dat is toch heel bijzonder. Want toen zaten ze bij elkaar. En toen kwam Mout met een Oosterse wijsheid, jongens. Die zei van, ja, als mensen elkaar leuk vinden, dan gaan ze ook hetzelfde zitten. Hoeveel onzin kan je maar. Ja, dan spiegelen ze elkaar. Nou ja, goed. Maar toen kwam het moment, vrienden. Ja, het moment. Dat onze Evert, die mocht dus hup, vol erin. Ja, bij Mout. En wat deed hij? Die ging er gewoon keurig, alsof hij op de receptie was, een beetje keurig op de wang te zoenen. En toen moest onze Mout, die moest onze boer dus leren. Nee, ja, hij mag er ook, volop. Weet je wel, want weet die Koetjeboe veel? Koetjeboe weet niks van vrouwen. Koetjeboe weet niks van de liefde. Koetjeboe weet helemaal niet hoe moet je een vrouw vasthouden. Hoe gaat dat? Hoe moet je er dan hoe zoenen? Die Koetjeboe die is natuurlijk helemaal in paniek met deze Mout. Maar ja, dat komt omdat we naar zo'n prachtig misverstand zitten te kijken. Nou ja, jongens. Hey, we blijven dit volgen. Koetjeboe samen met onze Mout.